Mijn naam is Ilse Bruls, ik ben 53 jaar oud. Ik ben getrouwd en we hebben 2 kinderen en we wonen al heel lang met heel veel plezier in Nijmegen. Ik ben gekandideerd voor statenlidmaatschap en ik sta op nummer 14, de Johan Cruijff-positie. Mensen moeten stemmen omdat het heel belangrijk is dat je invloed kunt uitoefenen op wat er gebeurt in jouw leefomgeving, de provincie, maar ook je eigen stad. En de provinciale staten kiezen ook nog eens een keer de Eerste Kamerleden. Alle reden om te stemmen. Nou, wat ik heel erg belangrijk zou vinden als ik statenlid zou worden, dat zijn eigenlijk 3 dingen. Op de eerste plaats wil ik mij hard maken voor de duurzaamheid. Tweede plaats de veiligheid. En de derde plaats de leefbaarheid. Ik vind dat iedereen die in de provincie woont, ook Nijmegen omstreken, de kans moet hebben om het huis duurzaam te maken in de zin van isoleren of een warmtepomp of zonnecollectoren. En dat moet betaalbaar zijn. Daarvan zou ik graag zien dat de provincie een fikse bijdrage levert om het voor iedereen mogelijk te maken. Nou, we hebben natuurlijk te maken met heel veel criminaliteit, helaas. Ook met drugsproblematiek. En ik zou het heel fijn vinden als de provincie in ieder geval een goede financiële ondersteuning geeft. Dat er mensen daar last van hebben, dat dat ook netjes opgeruimd wordt. En dat het ook financieel haalbaar is voor mensen om het weer op te ruimen. Nou, de leefbaarheid. Daarvan is het belangrijk dat we in ieder geval in de provincie met z'n allen fijn kunnen leven. En daar hoort bij dat iedereen een goede baan heeft. Dus dan is het belangrijk dat we het onderwijs, maar ook de bedrijvigheid in onze provincie heel goed stimuleren. Nou ja, het CDA is natuurlijk heel erg actief geweest in onder andere ook weer het behoud van cultuur, natuur, de leefbaarheid. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe zitten we in de huisvesting? Hoe krijgen we toch die bedrijvigheid en hoe houden we de bedrijvigheid in de provincie? Mijn grote speerpunt is echt dat iedereen de kans krijgt om te kijken bij zijn eigen woning, wat is er nodig? Zonnepanelen, moet ik isoleren of wil ik een warmtepomp? Eventueel een coach, hè, vanuit de provincie die met je meekijkt. En als dat plaatje rond is, dan moet er natuurlijk geld komen, want het moet voor iedereen betaalbaar en haalbaar zijn. En daar zou ik echt heel graag op willen inzetten, dat dat in ieder geval gaat gebeuren voor alle inwoners van de provincie Gelderland.